Zoals ze zo te zien zijn met een grote groep. Vast zeker niet de eerste borstrok voor jullie. Nee, de tiende nog zo. Oké, traditie. Ja, traditie. Niet de tiende, de 22e. Ja, heel lang al. Ja, dat klopt. Ja, weet ik veel. Het is een traditie natuurlijk, iedereen uit het dorp gaat je toe. Maar zijn jullie dan hier echt alleen voor de gezelligheid of zijn er ook nog bands waarvoor je komt? Nee, voor de gezelligheid. Okay. En in jouw geval? Wat zegt u? In jouw geval kom je echt voor de gezelligheid of ook voor de bands dan nog? Ja, gezelligheid, bands, alles. Maar ja. Is er een band waarvan je zegt van dit wil ik vandaag niet missen, deze... Ik ken geen ene band vanavond, dus ja. Alleen go voor de groepies, die ken ik wel. Okay. Maar is het niet een beetje vreemd dan om hier te staan en dan niet te weten wat er speelt? Ja, wij komen hier vandaan, dus ja, het is hartstikke gezellig hier al. Dus 2012, 2013, ieder jaar gaan we jou hier terugvinden? Jawel, wij komen gewoon terug. Maar in jouw geval, zijn er geen vette bands waarvan je zegt van die wil ik echt niet missen vanavond? Nee, niet echt. Ja, oké, maar die komt niet. Die komt niet. Kunnen we proberen, maar helaas. Ja, inderdaad. Geniet van het bier en bedankt. Onder het genot van een frietje hier, Borstrock 2011. Hoe is de sfeer? Nou, de sfeer is sowieso goed. Dat is elk jaar. En de bands? Ja, wat zou je ervan zeggen? Het is elk jaar metal. En metal is goed. Oké, maar je komt hier als vaste bezoeker, dus je komt hier echt puur voor de sfeer. Niet, ja, de muziek is dan inherent niets minder belangrijk. Nou nee, ik ben hier altijd. En ik kom voor metal. En als je voor metal komt, nou, dan is het hier altijd goed. En de headliner vandaag, wat is je favoriete act die hier staat? Peter Pan. Ja, Peter Pan. Dat kan niet anders, hè? Dat kan niet missen. Daarom niet. Dikke Dennis, rules. Wat brengt jou naar Borstrock? Vaste bezoeker of kom je hier voor een band? Nou, vorig jaar was het voor het eerst. Het was heel gezellig en vette bands en zo. Ja, nou eigenlijk weer. Dus vandaag. Dan ben je met een vriendengroepje. Is dat dezelfde groep waarmee je vorig jaar was? Ja, vorig jaar was ik met mijn ouders en heel die bubs. En nou is zelfs ik er ook bij, mijn beste vriendin. Dus... ja, dat is dan het enige verschil eigenlijk. Maar... Een tandje beter toch, met een vriendin? Ja. En welke act wil je echt niet missen vandaag? Peter Pan Speedrock. House is jongens die 20.000, wat zeg ik, 200.000 euro krijgen om te draaien. Fuck it! Zo erg? Hey, vind je niet? Dat kan nog wat extra. Vind jij niet erg? Zeg je! Voor ik het weet verdwijnt die microfoon ergens. Ja. Oh ja, daar gaan we hem even mee gezien. Ja. Is vaker voorgekomen. Gek hè? Daar staan jullie natuurlijk bekend om. En jij bent de legende, ja. De legende van de band. Ja, dat dacht ik ook. Luister. Nee. Maar wat is jouw achtergrond bij de band? Hoe is dit idee ontstaan? Nou, als geld, groot... puur geld. Geld. En drugs en vrouwen. Ja, drugs en vrouwen. Nee, ja, ik kan... Vriendschap. Is vriendschap. Goed idee zijn we, man. Vriendschap. Klinkt toch heel erg soft. Het zijn hele lieve jongens. Ze zijn zo lief. Ook, als ik in het publiek kijk, zie ik hier ook jongeren tussen staan waarvan ik denk van, die zijn misschien nog niet eens 15. De eerste theatershow, staat dat ook op het programma dan? Nee, dat gaan we nooit doen. Nooit. Nee, niet uitdoen. Ja, we gaan een hetero band kijken. Wat kom je hier doen? Maar wat is de aantrekkingskracht? Nou ja, waarschijnlijk dat we zelf nog zo jong zijn. Ik bedoel, ik ben net 20, Piet is 21. Ja, ja, ja.
Je ziet er heel jong uit. Ja, heel jong. Ja, ja. Nee, maar ik denk dat die aantrekkingskracht voor de jongeren is gewoon dat wij energie geven. En dat is van alle tijden, die muziek die we maken. En ik ben er wel trots op. Gewoon, en niet vergeten onze goddelijke lichaam natuurlijk. Ja, prachtig, prachtig. Nee, maar ik zeg maar, nieuw voor ze meer. Oké, fuck it wel. Ik had er nog nooit van gehoord. Zonder Tom Tom, daar kom je hier echt niet. Maar fucking rock'n'roll. Het hoort ook net niet bij, bij Zeeland, hè? Dus dan mag het blijven. Wat is het? Het randje, het is op de rand. Dus jullie hebben die watersnood veroorzaakt in 1953? Dat waren jullie toch? Ja. En dat waren die Duitsers. Nee. Ja, voordat de microfoon weggehaald wordt door Dikke Dennis, die op de achtergrond ergens bier aan het drinken is, ga ik jou een paar vragen proberen te stellen. Deze editie van het festival, wat vind je er tot nu toe van? Ja, ik vind hem wel erg leuk en erg geslaagd, ja. En jouw favoriete act? Of Peter Pan Spiegel trok misschien wel na? Ik ben heel wat ouder en ik vind Picture vind ik ook wel leuk. Dat is nog uit mijn jeugdjaren, zeg maar. Dus dat waardeer ik wel, dat hier ook heb gestaan. Want, Borstrock, moet ik het zien als een familiefestival? 8 tot 88, overdreven een beetje? Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja, inderdaad. Het is gewoon een soort familiefestival. Want de mensen die ik hier spreek, hoor ik heel vaak. Ik blijf wel in de wand hangen. We komen gewoon omdat we altijd komen. Is dat de kracht van Borstrock? Of moet je het toch hebben van bijvoorbeeld een naam als Peter Pan Speedrock die vandaag wel wat jongere publiek meetrekt? Nou, dit soort acts heb je wel nodig om inderdaad jonge publiek binnen te halen. Want de ouderen op een gegeven moment haken er toch af. Want dan zitten ze misschien liever thuis in de bank of zo. En kijk, ik doe dit al voor 22e jaar. Dus ik heb dus wel wat zien veranderen natuurlijk in al die jaren. En wij proberen er altijd toch wel jeugd binnen te halen. En vorig jaar de metal stage, van het jaar is gekozen dat samen te vroegen. Wat is daar de reden voor? Ja, dat was niet echt handig. Het was een beetje moeilijk te doen allemaal. En ja, extra kosten ook natuurlijk. Twee podia, twee PA's, twee tenten staan er dan wel. Maar goed, het waren allemaal extra kosten en dat was eigenlijk niet interessant. Het was wel leuk met die... Dat moest steeds met dat soort bands. Dat was nou wel erg leuk. Maar we hadden nou besloten van, weet je wat, we doen het gewoon op één podium. En dat is eigenlijk Borstrock. Die formule, die werkt? Die werkt het best. We hebben het in het verleden ook een keer gedaan met twee tenten, weet je niet, twee podia. Maar de mensen hebben liever zoiets van, ja, dan moest ik mijn vrienden op gaan zoeken om een biertje te geven als ik aan de bar ging. Want die waren eerst in de andere tent. Dus die kon ik dan niet meer vinden. Die commentaren kreeg je dan aan de hand. Ik denk, ja, dan moeten we eigenlijk iets mee doen. Dus hebben we toch weer maar besloten om één tent te doen. Maar het komt ook alweer een beetje bij gezelligheid, knusheid. Een familiefestival wil ik dan niet zeggen, maar dat is wel een beetje de noemer dan. Mensen moeten elkaar gewoon kunnen vinden met de juiste muziek. Ja, inderdaad. Het is hier ook ons kan ons natuurlijk. En het is een gezellig uitje voor de mensen. Ieder jaar Borstrock is toch een... Wat ik altijd hoor van het publiek, ze vinden het heel sfeervol en ga je dat verdelen over meerdere podia, dan wordt die sfeer ietsje minder. En dan moeten mensen gaan kiezen? En dan moeten de mensen gaan kiezen, ja. Dus nou hebben we gewoon weer besloten, we doen het lekker zo. Lekker knus in één tent, gezellig, en dat werkt gewoon het beste. En de bandcontest, wie heeft die gewonnen vanmiddag? Wat stond er überhaupt? Dikke Dennis op de achtergrond. Icon, we hadden Ride for the Raven en we hadden Challenger. Yeah. En Ride for the Raven heb de contest gewonnen. Wat voor band is het? Het is een coverband, een rock coverband. Een beetje, ja, hoe ga je dat noemen? Ze begonnen met een nummer van Volbeat. Best wel lekker heftige rock. En daarna hebben ze gewoon eigenlijk meer de klassieke rock covers gepakt. En Challenger was eigenlijk al een band, 81-jarige, maar wel eigen werk. Mm-hmm. En Icon was weer meer à la Shabby Harry, zeg maar, die stijl. En dus